Het bloed van Gordon, 55, kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan. Slechts enkele dagen na zijn aankondiging om Instagram te verlaten, is Goor alweer terug op het sociale platform. De vraag die nu op ieders lippen brandt, is hoe lang we ditmaal kunnen genieten van zijn gezelligheid. De zanger heeft immers zijn account al vaker verwijderd. Op deze woensdagochtend heeft Goor in ieder geval iets gezelligs te delen. Via Instagram-stories deelt de zanger een foto van zichzelf in een vliegtuig. Wat blijkt? Hij is onderweg naar een heus Oscarsfeestje, georganiseerd door niemand minder dan Elton John. Februari markeerde al een eerdere terugkeer van Gordon op Instagram, na een jaar van afwezigheid. Echter, diezelfde maand maakte hij mogelijk de meest kortstondige comeback ooit. Hij kwam, zag, en annuleerde prompt zijn theatertour. De kritieken op zijn zangkunsten tijdens de albumpresentatie waren niet mals, en de kaartverkoop voor de betreffende tour liep allesbehalve goed. Toen Gore aankondigde dat de optredens werden geannuleerd, verkondigde hij tevens dat het album zijn laatste zou zijn.